Cultuur in actie! Ja, wat een bijzondere avond is het. Cultuur in actie. Ook door alle mensen die hier belangeloos aan meewerken. Alle cameramensen, alle geluidsmensen. Allemaal mensen die in de entertainmentindustrie werken, in de cultuursector. Het is een virtuele demonstratie, als het ware, met al deze mensen op het Malieveld. Nou, dat kan niet. En vooral niet als er anderhalve meter tussen moet, dan hou je niet zo heel veel mensen over. Maar dat kan virtueel, kan het natuurlijk wel. Via cultuurinactie.nl kun je ook laten zien dat jij het ook heel belangrijk vindt. Inmiddels hebben al 225.000 mensen, 837, zich bij ons aangesloten. Het zijn de deelnemers die of in deze sector werken, deze sector een hart onder de riem steekt. Want het is natuurlijk heel belangrijk dat deze sector niet verloren gaat. Corné en Annika, die zijn bij mij aangeschoven. Corné en Annika, wees welkom. Dankjewel. Jullie zijn muzikanten. Ja. Jullie zijn beginnende muzikanten, zeg ik dat goed? Nee. Nee, dat zeg je. Jij doet het al heel lang en jij doet het nog niet zo lang. Of andersom? Nou, we doen het eigenlijk al best wel lang. We zijn al best wel lang bezig. Een paar jaar geleden afgestudeerd aan het conservatorium. Ja. Maar voor mijn gevoel begin ik nog steeds een beetje net met mijn muziek. Ja. De eerste plaat is al wel weer 3 jaar geleden. Uh-huh. Maar ik sta nog steeds een beetje, ik denk, ja, het moet nog gebeuren. Ja, okay. Ja, hoe oud precies ben je, mag ik dat vragen? 34. 34. En jij bent hoe oud? 32. 32, oké. Okay. Dus het is nog niet helemaal het begin van de carrière, maar jullie zijn beginnend, als het ware. En dan komt er zo'n coronacrisis. Wat gebeurt er dan in je leven? Nou, Corné was wel meer al. Ja, dus beter, er stonden heel veel shows. Ik had wat shows met Jean-Gu. Uh-huh. Ik speel bij Kovacs en daar doe ik veel Europese dingen mee. Dus ik shows in Turkije en Rusland en Polen die allemaal gecanceld zijn. En dan we weten niet wanneer. Dus worden wel nieuwe data gepland en dan zijn wel dingen verplaatst naar oktober. Maar ja, de vraag of dat doorgaat is natuurlijk. Het blijft een beetje de vraag. Dus, maar was je ook bezig met Jean-Cu om mee te gaan naar het Songfestival? Of, ik moest een paar keer bij hem invallen voor degene die het normaal altijd doet. Maar okay. Het Songfestival was zonder band, geloof ik. Dat was zonder. Oké, okay. Ja. Nou ja, dat gekund. Of dat je daar misschien nog wat dingen had moeten doen. Maar als al dat soort dingen dan worden afgezegd, dat valt koud op je dak, denk ik. Ja. Ja, nou ja, in het begin was iedereen volgens mij best wel, het is vervelend natuurlijk, maar iedereen was nog wel van, nou ja, hier moeten we samen doorheen. En, maar nu er niet voor de cultuursector niet echt een vooruitzicht is, wordt het gewoon wel een beetje pijnlijk, ook financieel. Ik vind het prima om niet op te treden totdat iemand zegt het mag weer, maar er moet ook wel iets tegenover staan. En ik kan heel veel, maar ik mag alleen niks. Nee. Dus hoe vind jij dat, Annika? Dat... Ja, nou, ik sta daar helemaal hetzelfde in. Voor mij was het een beetje anders, omdat ik bezig ben met mijn eigen project, waar Corné wel ook in zit. Ik schrijf mm-hmm. liedjes. Ja. En ik was bezig met een nieuwe plaat. En het was eigenlijk de bedoeling dat we nu in de studio zouden zitten om die plaat te maken. Maar je gaat niet met z'n allen nu in de studio. Dat past niet. En, nee. Dus dat... Een hele kleine studio? Of? Nou, niet per se, maar het is toch lastig om dan afstand te houden. Ja, ja. En ook een beetje dat ik denk, ik kan wel een plaat uitbrengen, maar ik kan hem niet promoten, ik kan niet spelen. Nee. Dus wanneer moet ik dat dan doen? Maar kun je dan niet zeggen van, nou ja, goed, we gaan die platen opnemen, dan nodigen we wat minder mensen uit in de studio en dan gaan we dat ook wat kleiner, of we maken die tijd wat langer, dat je er wat langer over doet om, mm-hmm. Om het op te nemen. Jawel. Ik werk elke dag op de radio bij NPO Radio 2. Het kan gedraaid worden, dus als het goed is, dan draaien we het ook. Ja. Dat kan allemaal. Kan je een singeltje opsturen? Ja, graag. Als hij klaar is dan natuurlijk. Ja. Maar dat soort dingen gaan wel door. Er is nog steeds radio, er worden nog steeds... Nee, tuurlijk. En we zijn nieuwe nu ook andere manieren aan het verzinnen van, dan gaan we maar met minder mensen tegelijk. Mm-hmm. En die plaat moet er wel komen. En ik heb op zich mijn tijd goed besteed, weet je wel. Ik heb Sena Fonds aangevraagd, want die hadden een extra tranche om Sena Muziek Productiefonds aan te vragen. Ja. Dat was super fijn. Dus dat wel. Maar ja, ik ben ook een beetje bang dat het ergste nog moet komen. Want ik denk ook dat... Dat begrijp ik niet. Nou, kijk, nu... het is nu allemaal een beetje onzeker en nu mag het niet. Maar straks, als het weer wel mag... Ja. Ik ben ook bang dat zalen en poppodia een beetje op safe gaan spelen.
dat ze alleen nog gerenommeerde artiesten gaan boeken, omdat ze anders misschien bang zijn dat de zaal überhaupt niet. Maar daar komt veel te veel publiek op af. Dat doen ze natuurlijk niet. Ja, ik weet het niet. Dat weet ik ook niet. Maar je bent bang dat dus alleen maar de gevestigde namen, dat zij de mogelijkheid krijgen om op te treden. Ja, dat kan ik me wel voorstellen. Als ik een zaal was en ik heb weinig geld, dan denk ik, nou, dan boek ik in ieder geval maar die artiest. Want dan weet ik tenminste zeker dat ik kaarten verkoop. Ja. Zijn er dingen nu waarvan je zegt van, oké, nou, ik kan dus even niet, zoals jij zegt, naar Rusland toe of naar met optredens of af en toe invallen voor bandleden van Jean-Gu of met Kovacs dingen doen. Maar denk je dan na van, nou ja, wat zou ik wel kunnen doen met de skills die ik heb, met het talent wat ik heb? Ik hou mezelf wel bezig. Ik ben een beetje in video bewerken gedoken, meer een beetje. Ja, het is allemaal een beetje om mezelf bezig te houden. Maar het is wel leuk om te doen. Dus ik maak allerlei videoclips met veel ontploffingen. En, Oké. En ruimteschepen. Ja, hartstikke leuk. Ja, en daar componeer je dan zelf de muziek ook onder? Of, Ja, soms. Maar het is allemaal. Ik heb nu gewoon heel veel tijd, dus ik kan makkelijk hele dagen op YouTube uitzoeken hoe dingen moeten. Ja. Dus dat doe ik dan. Maar er moet ook geld verdiend worden. Er moet ook geld verdiend worden, ja. Dat is lastig eraan. Ja. Kijk, dat is ook met optredens. Kijk, nu mag je dan voor 30 mensen en dan misschien straks voor 100 mensen. Maar met bijvoorbeeld Kovacs, als er 100 mensen kopen, dan moet die ticketprijs, niet dat we zo extreem duur zijn, maar iedereen wordt goed betaald normaal. Dus dan, dat haal je er gewoon niet uit. Dus je kan gewoon. Het is niet echt een optie om dingen te doen. Nee, ik las vanochtend een stuk over Elton John. Die heeft volgens mij ook 60 bandleden heeft hij nu al naar huis toegestuurd. Die is bezig met zijn afscheidstournee, kun je nagaan. Ja. Maar die mensen worden gewoon ontslagen. Ja. Die moeten iets anders gaan doen. Ja, het goede nieuws voor hen dat ze dus heel lang vast in dienst zijn geweest. Mm-hmm. Dat is, in Nederland bestaat dat volgens mij niet. Nee, maar omdat ze vast lang in dienst zijn geweest, krijgen ze... Dan kan je natuurlijk, dus ik weet niet hoe het in Engeland zit, maar in Nederland kan je dan natuurlijk de WW in. Dus dan heb je nog een vangnet. Maar ik heb geen idee hoe dat bij hun zit, hoor. En daar frikt het omdat jullie dan net als het ware begonnen zijn? Nou ja, we zijn ZZP'er. Ja. Dus we wonen samen. Dus we krijgen als huishouden wel dan een aanvulling op ons inkomen. Maar dat is tot minimum sociaal inkomen. En dan de komende maanden is het een beetje de vraag of we daar nog aanspraak op kunnen maken. Mm-hmm. En dan wordt het wel. Je moet goed op je geld letten. Ja. Hoe zie je de toekomst? Ik denk er niet te veel over na, eerlijk gezegd. Oh. Ik leef een beetje bij de dag. Ik wil een beetje positief afsluiten, maar je ziet het niet zo rooskleurig. Nou, ik hoop gewoon dat muziek blijft bestaan. Omdat ik vind, de essentie van muziek is dat je een verhaal kunt vertellen en dat je ook emoties kunt channelen. Waar je neem van mij aan, muziek zal altijd blijven bestaan. Ja, maar er moet wel altijd geld voor. Nee, natuurlijk, dat is waar. Maar in de periodes dat het ook slecht ging met de ene wereld. Er zal altijd muziek worden gemaakt. Ja. Altijd. Misschien dat er niet zoveel aan verdiend wordt. Dat is wat anders. Maar de muziek zal altijd blijven bestaan. Ja, precies. Nou, dan is dat de positieve noot. Nou, dat is dat. Oké. Maar ik onderbrak je even over. Want hoe zie je de rest van de toekomst? Hoe zie je jullie toekomst? Nou, ik hoop gewoon dat het allemaal weer een beetje bijtrekt. En dat we gewoon straks die plaat kunnen uitbrengen en ermee op tour kunnen. Ja. Daar hoop ik gewoon op. Ga je een EP uitbrengen of een LP? Ja, een EP. Een EP, ja. Waarom is dat tegenwoordig? Is dat is goedkoper? Of is dat, Ja, en je hebt elke keer weer iets wat nieuws is. Dus als ik in één keer een heel album uitbreng en er zijn heel weinig mensen die me kennen, dan luisteren ze misschien het eerste liedje, maar de rest gaat zo poef. Het zou kunnen zijn dat mensen nu zitten te kijken en die zeggen EP, een LP, dat is heel ouderwets. Ja. Maar meestal een LP of een album, daar staan, wat zijn dat, een stuk of 15, 16 nummers staan erop. En een EP staan een stuk of 4, geloof ik, toch? Tussen de 3 en 6. Of 3 en 6, ja. Ja, okay, ja. Extended play. Extended play. Ja, precies. Ik wens jullie heel veel succes. Dank je wel. Jullie willen gaan tekenen met z'n tweeën of gaan jullie voor andere mensen ook tekenen? Ja, vertegenwoordigen wel. Ja.
Voor hoeveel mensen wil je tekenen? Het mag allemaal, hè? Je mag zoveel. We kwamen een stuk of 30 van alle, met alle bands waar we in spelen en de mensen die daarin zitten. Dus, heel goed. Voor 30 man. Ja. Dank jullie wel. En jullie gaan ook nog een nummer spelen, toch? Ja. Ja, dat willen wij graag. Ik zeg steeds, jullie willen dat zelf graag, maar wij willen dat graag. Welk nummer gaan jullie spelen? Het heet Dakota. Dakota. Ja. En dat gaat over? Nou, daar zeg je wat. Oh. Heeft nooit iemand dat gevraagd? Nou, niet zo vaak. Okay. Maar dat gaat. Ja, ik heb het een tijdje geleden geschreven. Toen er heel veel in het nieuws was over pijplijnen in Noord-Amerika. Die werden gebouwd. Ja. Dwars door een reservaat. Waar Sioux oorspronkelijke bewoners ook woonden. Ja, ja. En het risico was dat zij daarmee hun drinkwater verloren. En het werd ook dwars door heilige grond, zeg maar, gebouwd. En op de een of andere manier raakte mij dat heel erg. En ik dacht, nou, hoe kan dit nou dat we dit nog steeds doen? Terwijl de economie was belangrijker dan, precies, dan wat er al die jaren gebeurd is. Ja, ja. En ik vond dat gewoon super erg. En ik wilde daar iets mee doen. En dat is eigenlijk ook net wat ik eigenlijk nog bedoelde. Met muziek kun je een emotie channelen waar je misschien in het dagelijks leven niet zo snel over zou hebben. Ik vertel niet aan jou waar het over gaat, maar als ik een vriendin zomaar even vraag hoe gaat het, dan ga ik niet meteen over de Dakota-pijplijn beginnen. Nee. Maar op die manier kan ik dat dan wel vormgeven en misschien ook wel een stem geven aan dingen die niet gehoord worden. En dat vind ik heel belangrijk. En dat kan met muziek? Ja. Heel mooi. Precies. Dankjewel. Corné en Annika, ga lekker tekenen voor 30 man. We tellen het erbij op. En ik ben heel benieuwd naar het nummer ook. Leuk. Thank you.
you to be.